Als geld geen rol speelde, waar zou je dan een schrijversretraite willen houden? Ja, ik zou heel graag gewoon een paar weken in Florence willen gaan zitten en daar schrijven en inspiratie op doen. Lekker eten, lekker drinken. Ja. Met welke tekortkoming van jezelf heb je leren leven? Dat is toch wel het perfectionisme. Alles heel goed willen doen. En dat langzaamaan een beetje loslaten. En wat minder goed is ook goed. Wat kan jouw dag echt verpesten? Ja, dat is wel hectiek. Ja, als dingen niet lopen zoals we graag willen dat ze lopen, dan krijg ik wel de pest in. Ja. Als je een aantal maanden in quarantaine zou moeten, wat neem je dan mee? Maximaal 3 dingen. Allereerst mijn man en de tweeling. Ja, een aantal boeken. En ik denk van een fles olijfolie. Wat is je favoriete gerecht? Ja, dat is absoluut pasta. En dan verse pasta, gevuld ravioli of een tortellini. En dan met gezouten boter met krokante salie of krokante basilicum. Je maakt de kookboeken samen met je man. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt eigenlijk heel goed. We hebben ieder onze eigen taken. Hij is fotograaf, doet het beeld en de opmaak van onze boeken. En ik doe de receptuurontwikkeling en de foodstyling. En 24/7 en... Zelfde ruzie, dus. Welke culinaire trend zie je momenteel? Ja, dat is absoluut de vega en de vegan trend. Dus het plantaardig eten en het minder vlees eten, het flexitariër. Dus de mensen die minder vlees, minder vis eten of die helemaal geen vlees of vis eten. En zelfs helemaal plantaardig eten, dat is echt wel de trend van nu. Hoe ziet een ideaal diner er volgens jou uit? Ja, ik vind het heerlijk als de hele avond schalen op tafel staan en dat iedereen kan pakken wat hij wil en hoeveel hij wil. En beginnen met allemaal hapjes, dan verse pasta en afsluiten met lekker dessert en koffie natuurlijk. Wat is het moeilijkste gerecht dat je ooit hebt gemaakt? En dat vind ik heel moeilijk, want ik hou van eenvoudige gerechten, eenvoudige recepten. Dus zelf probeer ik wel altijd de eenvoudige recepten te ontwikkelen die, met ingrediënten die goed verkrijgbaar zijn en die eigenlijk iedereen kan maken. De moeilijkste gerechten of recepten zijn toch wel vaker de bakrecepten waar alles heel nauw komt en waarbij je je oven goed moet kennen. Ja. Ja, ieder boek is weer spannend als het komt, maar dit boek is gewoon heel goed gelukt. En, het beeld sluit aan bij wat we willen vertellen over de gerechten. Dus dat ze eenvoudig zijn en dat ze vooral heel lekker zijn. Ja, dit boek is wel echt... Het sluit helemaal aan bij wat we graag willen laten zien.